Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Zelf ben ik 40 jaar oud, dus ik heb eigenlijk nooit een ander leven gekend dan in vrijheid. En daarom heb ik eigenlijk best veel aan de films, aan de boeken, aan de beeldende kunst die zijn gemaakt ten nagedachtenis van die periode. Groningen heeft echt een hele hoge kwaliteit en diversiteit aan oorlogsmonumenten. En ik wil er een aantal met jullie uitlichten, omdat ze allemaal zo hun eigen verborgen poëtische wetenswaardigheden hebben. Wist je bijvoorbeeld dat het Joodse monument door Edu Waskowski in de meest centrale hand een uitsparing heeft in de vorm van een menorah? Hendrik Nicolaas Werkman en Armando hebben beide veel geschreven over bomen. Armando in zijn literatuur, in zijn poëzie, Werkman in brieven. Zo schrijft Werkman bijvoorbeeld over het verdwijnen van bomen aan de Nassaulaan. Jammer genoeg is het leven van Hendrik Nicolaas Werkman, net als deze boom, abrupt afgekapt. Veel mensen zien Joris wel in het monument door Werkenbach, van Joris en de draak. Maar waar is die draak dan? Die is verslagen en verwerkt in de kalkstenen sokkel onder Joris' voeten. Door het Verbeeld Verleden project is eigenlijk de gehele Volkingenstraat verheven tot kunstwerk. De Volkingenstraat was natuurlijk het centrum van een Joodse gemeenschap hier in Groningen. En beeldend kunstenaars Ali van Altena, Peter de Kan, Marijke Gemesi, Jozef Sema en Gert Senema hebben elk een kunstwerksoort verborgen hier in de straat. Het werk Portaal door Gert Senema vind ik interessant om even specifiek uit te lichten. Mede omdat die kort geleden is uitgeroepen tot sleutelwerk, een van de belangrijkste 100 kunstwerken in de openbare ruimte van Nederland. Een sleutelwerk is eigenlijk wel opmerkelijk in deze context, of misschien wel komisch, want aan een sleutel heb je helemaal niks bij deze deur. Niet alleen het materiaal is wat ongebruikelijk, van brons in plaats van hout, maar wat de meeste mensen bij een tweede keer kijken pas opvalt, het heeft geen deurklink. Een deur die niet meer open of dicht kan, wekt associaties op van opsluiting, maar staat ook symbool voor iets wat voor ons niet meer toegankelijk is. Ik kan je aanraden om op zoek te gaan naar de andere vier verborgen kunstwerken. Je kunt spieken op www.staatingroningen.nl, maar je kunt natuurlijk zelf ook gewoon op zoektocht of hier een van de winkels binnenlopen. De winkeliers staan er vast bekend mee. Het is aan ons om deze verhalen in leven te houden en de verworven vrijheid nooit voor lief te nemen. En deze fantastische kunstwerken die helpen ons daarbij.